luister eens, erkenning geven. Het gaat erom dat je elke keer zo zoekt te reageren op wat die ander zegt of voelbaar maakt, dat die ander voelt, oh, hier ben ik echt welkom met mijn verhaal en met wie ik ben. Nou, erkenning kun je op verschillende niveaus geven. Het begint bij nul op de luisterthermometer, bij het geven van ruimte. En daar hebben heel veel mensen al ontzettend veel moeite mee. Want ze zijn er wel aan het luisteren, maar ze zoeken eigenlijk een haakje om hun eigen verhaal te doen. Of ze stellen zoveel vragen omdat ze het gesprek willen sturen waarheen zij willen, dat de ander niet eens ruimte voelt om zijn verhaal te doen. Je geeft iemand echt een heel groot cadeau als je iemand de ruimte geeft om te spreken. Je kunt de ander ook erkenning geven voor wat die ander zegt. En daarvoor hoef je niet met die ander eens te zijn. Het gaat erom dat hij of zij voelt dat jij hem of haar echt hoort. En een vraag die je daarbij kan helpen is de vraag, wat hoor ik hem of wat hoor ik haar vooral zeggen? Het is niet een vraag die je hardop aan die ander stelt, maar dat is een vraag die je zachtop aan jezelf stelt als je naar die ander luistert. En het antwoord op die vraag, die zeg je hardop tegen die ander. En dat noemen we dan erkenning geven voor wat je bij die ander hoort. Als het je niet alleen lukt om ruimte te geven en te erkennen wat je bij iemand hoort, maar ook wat er bij iemand te voelen is, dan heb je een soort, wij noemen dat een snelweg uitnodiging te pakken. Dat heeft iets onweerstaanbaars als jij doorvoelt kunt teruggeven wat er bij die ander te voelen is. Want iemand die boos is, die zoekt iets om mee te gooien. Iemand die verdrietig is, die begint te huilen. Iemand die bang is, die doet het in zijn broek. Als jij doorvoelt kunt teruggeven wat je bij die ander aan emotie ervaart. En een vraag die je daarbij kan helpen is, ook weer een vraag om aan jezelf te stellen, hoe moet het voor die ander zijn? Moet je eens voorstellen dat jij niet alleen iemand bent die ruimte geeft en die erkent wat hij hoort en voelt in het verhaal van die ander, maar iemand die die ander ook nog echt begrijpt. Eén ding kan ik je wel beloven, mensen gaan je dan vinden met hun verhalen, want het is heerlijk als je iemand hebt die naar je luistert, die je hoort, aanvoelt en begrijpt. En de vraag die jou kan helpen om te ontdekken wat er voor die ander op het spel staat in het gesprek, is de vraag, waar heeft hij of zij nu precies behoefte aan? Als je deze drie vragen, wat hoor ik haar vooral zeggen, hoe moet dat voor haar zijn, waar heeft ze nu precies behoefte aan, aan jezelf stelt terwijl je naar haar luistert, dan wordt het er een stuk beter van. En als je het zou durven om de antwoorden die bij jou van binnen groeien op die drie vragen hardop in het gesprek in te brengen, zodat ze die kan horen, dat noemen we erkenning geven, dan ga je merken dat ze zich op haar gemak voelt en met nog meer tevoorschijn komt. En zo verander jij langzaam in iemand die niet alleen ruimte geeft als die luistert, maar die hoort, aanvoelt en begrijpt. En reken maar dat jouw gesprekken daar een stuk beter van worden.